Welkom bij koets.nl. In 1977 werd de eerste generatie 7-serie ingevoerd. Nu iets meer dan 40 jaar later staan we hier met de zesde generatie, die we in 2015 op de IAA in Frankfurt als een van de eerste hebben mogen bewonderen. De zesde generatie 7-serie kenmerkt zich echt als een tech-icoon in zijn klasse. Er zit boordevol gave gadgets, wat het rijden in de 7-serie nog een stuk comfortabeler maakt. Het design van de 7-serie straalt exclusiviteit en klasse uit. Zeker met deze 20-inch lichtmetalen velgen en chrome accentlijsten maakt het de looks van deze auto helemaal af. Graag laat ik jullie ook het interieur zien. Daar ervaar je pas echt het comfort van deze koets. Het comfort in de auto kan je direct merken wanneer je zit op uiteraard de comfortstoelen. Naar mijn mening de meest comfortabele stoelen die je in een auto kan krijgen. De comfortstoelen in een BMW kan je in talloze manieren verstellen, zodat je werkelijk als gegoten zit. Bij de bediening van de auto voel je echt dat je te maken hebt met het vlaggenschip van BMW. Zo is er gekozen voor veel exclusievere materialen en is de bediening ten opzichte van de andere series een stuk luxer en aangenamer. Natuurlijk kan je dit tech-icoon ook bedienen door verschillende touchdisplays. Maar natuurlijk wat heel erg gaaf is in de 7-serie, is het gesture control. Natuurlijk zit ik nu achter het stuur van de auto, maar waar je echt plaats hoort te nemen in een 7-serie is natuurlijk rechts achterin. Maar voordat ik rechts achterin de auto ga zitten, vertel ik u graag nog dat de auto te verkrijgen is met 3 benzinemotoren, 3 dieselmotoren en 1 hybride benzine variant. Wij willen u bedanken voor het kijken en we wensen u nog een hele fijne dag toe. Tot ziens!